Twee uur geleden is nummer 8 van het blad Gezond Verstand naar de drukker gestuurd. En abonnees die zullen het op zaterdag op hun deurmat vinden of misschien op de maandag daarna. Wij hebben besloten om elke keer als het blad weg is naar de drukker, dat ik even het eerste artikel wat ik schrijf, waar het mee begint, voorlees, met nog wat opmerkingen erbij als me iets te binnen schiet. Zodat u een idee krijgt van wat erin staat. Misschien kent u Gezond Verstand nog niet. En dan ja, raad ik u aan om naar de website te komen van gezondverstand.eu. En dan ziet u het vanzelf. We zijn van plan dus om van Gezond Verstand EU ook een platform te maken voor podcasts van alleen audio en ook van video. En dit is het begin. En hier begin ik dan het voorlezen van het eerste artikel van het laatste nummer. En daar staat boven wetenschap en bijgeloof. Er zijn verschillende zeer ernstige gevolgen van de kunstmatige crisis waarin we nu al sinds maart vorig jaar verkeren. Denk aan het verdwijnen van misschien de helft van het MKB en daarmee een nog niet te overziene afbraak van de middenklasse. Een rots waarop democratie rust, altijd en overal. Denk aan kinderen die thuiszittend een slap aftreksel van onderwijs toegediend krijgen. Denk aan de psychische gevolgen voor diezelfde kinderen en ook voor heel veel volwassenen die nu krijgen ingeprent dat als ze geen 1,5 meter afstand van elkaar bewaren, ze bezig zijn het aantal besmettingen in de statistieken op te voeren. 2 dagen voor ik dit schreef, zag ik een voorbeeld daarvan in een lift tussen een winkelarcade en een parkeergarage, waarin ik stond en waar op 2 meter afstand de andere liftganger de handen voor zijn gezicht sloeg en hysterisch reageerde toen ik mijn vinger uitstak om op het etalageknopje te drukken. Had ik dan nooit van de coronaziekte gehoord? Denk aan het afschaffen van cultuuruitingen waarbij mensen in grotere aantallen bij elkaar plegen te komen. Denk aan het afschaffen van het sowieso bij elkaar komen. Voor wat voor reden dan ook. Praten. De dingen van de dag bespreken. In bredere maatschappelijke kring. Denk aan alles wat onze beschaving en onze vrijheid geleidelijk aan kapot wordt gemaakt. Nog iets anders moeten we ook niet over het hoofd zien. Iets waarmee ik bijna dagelijks te maken krijg als ik de e-mails open die de redactie van dit blad ontvangt. Ik ben de hoofdredacteur van het blad. Wat we niet over het hoofd moeten zien is een kloof in de wereld van artsen en andere medisch personeel, beoefenaren van medische wetenschap, verpleging en noem maar op. Een kloof die bezig is een ravijn te worden. Een ontwikkeling die een permanente gespletenheid in de wereld van verpleging en gezondheidszorg aankondigt. Samen met het wegvallen van vertrouwen in de wereld van de helende meesters, zoals ze vroeger genoemd werden. Onze vertrouwelingen die uit hoofden van hun beroep aan ons lichaam mogen komen en daar iets mee mogen doen. Een groot aantal van de e-mailschrijvers uit die wereld vindt de situatie waarin ze verkeren verschrikkelijk. Maar ze staan onder druk van hun beroepsverenigingen en veelal ook vanuit de directe omgeving van hun collega's om zich koest te houden. Sommigen vertellen uitvoerig over herhaalde mislukte pogingen om via media het publiek te informeren over hun bevindingen. Over lege IC-afdelingen bijvoorbeeld. Of over mensen die binnenkomen met een ontsteking van een lichaamsdeel, maar die na een positief uitgevallen PCR-test als een COVID-patiënt
wordt behandeld en bij eventueel overlijden ook als COVID-doden te boek worden gesteld. Mensen die mij deze zaken mailen, mogen daar niet over praten. Zo luiden de instructies aan de verpleging. Hoger geplaatst medisch personeel, dat behandeling combineert met onderzoek, kwam vooral in de herfst aanzetten met bijzonderheden over wat er volslagen verkeerd was gegaan. En bij nader contact kon ik bij sommigen een schuldgevoel bemerken, omdat ze in het begin onderdeel waren geweest van de campagne die de angst aanzwengelde. Of door sterfgevallen, die als gevolg van veel voorkomende fouten in de behandeling, de aanvankelijke behandeling, die niet rekening hield met de bijzonderheden van deze besmetting. Zij hadden de aannames afkomstig van de experts serieus genomen. Misschien konden ze niet beter weten. Ze mochten niet geloven dat er een doelmatig medicijn was. Er is heel erg veel campagne tegengemaakt en heel erg veel sterfgevallen hadden voorkomen kunnen worden. Heel erg veel, inderdaad. Waarschijnlijk de meeste. De meeste die nu te boek staan als overleden als gevolg van een COVID-19-infectie. Misschien konden ze niet beter weten, dachten deze medische mensen. Maar andere kant misschien toch ook wel. Ik heb heel wat gesprekken gevoerd hierover. Nogmaals, het terrein van medicijnen is een gespleten wereld geworden. Ik zag eergisteren ook een bordje bij een huisartsenpraktijk, waarop patiënten werd gewezen op de verplichting om bij een bezoek een mondkapje te dragen. De arts of artsen al daar belazeren hun patiënten. Als ze dat niet beseffen, dan zijn ze onvoldoende medisch geschoold. Vanaf het begin van de bijzondere maatregelen, toen premier Rutte verkondigde dat we met vereende krachten een oorlog moesten voeren tegen een gevaarlijk virus, ging het over de eerbied die we moesten hebben voor superieure kennis van wetenschappers. Wetenschappers mochten zeggen wat er moest gebeuren. We konden het niet oneens zijn met de experts, want dat zou een soort verraad inhouden tegenover de meest kwetsbare landgenoten die het hoogste risico liepen om door het kwaadaardige nieuwe virus te worden getroffen. Wie mochten de boventoon voeren met hun adviezen aan de overheid? Raadgeving die werd omgezet in vrijheidsbeperkende maatregelen. Het waren epidemiologen die met computerprogramma's de toekomst voorspelden. En het waren microbiologen van wie sommigen alleen iets met bacteriën te maken hadden gehad en anderen die kennis hadden van virussen. Voor het publiek zou het etiket viroloog automatisch de expertise inhouden die eerbied verdiende. In een vroeg stadium van de discussie over de maatregelen, toen die discussie nog niet werd bemoeilijkt door censuur op de sociale media, kon men vaak horen: ik ben geen viroloog, maar, en dan volgde er een argument. Er zijn twee opvallende kenmerken aan degenen die zichzelf wel viroloog noemen. Ze zijn veelal veearts en hebben blijkbaar een obsessie voor de noodzaak van vaccinaties. Dit houdt waarschijnlijk verband met elkaar. Ten slotte willen de artsen die kippen of koeien als patiënten krijgen toegewezen er zeker van zijn dat deze dieren lang genoeg blijven leven, zodat het agrarische bedrijf dat ze bezit kan floreren. En mocht er iets misgaan met een vaccinatie, dan gaat er alleen een kip dood. Of had het dier sowieso niet een levensverwachting van een duur waarbij een vaccinatie op veiligheid had kunnen worden ingeschat. Wat weten we eigenlijk over die virologie als wetenschap? Wel, om te beginnen,
Het hoort niet bij wat we de exacte vakken noemen, hè, zoals de fysica en scheikunde. Die bieden meer vastigheid, ontstaan door empirisch onderzoek volgens daarvoor geschikt geachte en vaak herhaalde methodes. Een duik in de literatuur over virussen maakt al gauw duidelijk dat conclusies van de beoefenaren van virologie heel sterk uiteen kunnen lopen. Soms spreken ze elkaar behoorlijk hard tegen. Virologie komt dus niet in de buurt van het type hardere wetenschap. Bij de exacte vakken vergeleken is wat virologen beweren een wirwar van onbewezen hypothesen. Een opstapeling van aannames. Ik ben geneigd te concluderen dat dit in belangrijke mate het gevolg is van het feit dat die beoefenaren ook vastzitten aan een verdienmodel, een verstrengeling met de belangen van farmaceuten die eveneens gek zijn op vaccinaties. Wat er momenteel gebeurt, lijkt een ideale omstandigheid te bieden om de van elkaar afwijkende aannames tegen het licht te houden, met voor empirisch onderzoek geschikte methodes. Het kan zijn dat zoiets ergens wel gebeurt, maar dat is niet in onze publieke ruimte te merken. In plaats daarvan worden wetenschappers die een heel of half leven hebben gewijd aan zulk empirisch onderzoek weggecensureerd van hun LinkedIn, Facebook of YouTube-video's. Die censuur zou als overweldigend bewijs moeten worden gezien van het feit dat er andere dan geneeskundige machten in het spel zijn. Ons blad heeft zich tot nu toe vrij intensief beziggehouden met de waarneembare realiteit van die andere machten en met de vraag waar het met ons onder hun invloed naartoe gaat. In dit nummer willen wij een nadere blik werpen op hoofdrolspelers in het fabriceren van deze pandemie, deze nep-pandemie. En vooral kijken of ze het etiket van wetenschapper verdienen of moeten worden gerangschikt in de categorie van kwakzalvers. Wat mij betreft vallen ze allemaal door de mand. De genoemde belangrijkste mengers van het giftige brouwsel van angst, hysterie en irrationaliteit dat wij op epische schaal meemaken, zijn functionarissen met een zeer twijfelachtig verleden. In het blad kunt u zien, het gaat om Tedros, hoofd van de WHO, het gaat om Fauci, het hoofd van de, zeg maar, de Amerikaanse RIVM. Het gaat om Ferguson, die met computermodellen de aanzet gaf tot de lockdowns in maart vorig jaar. En het gaat om Drosten, die in Duitsland samen met Angela Merkel de PCR-test ontwikkelde, waarbij al die zogenaamde besmettingen worden geconstateerd. Het is een verleden van deze mensen waarin wetenschapsbeoefening moest wijken voor fraude, grootscheeps bedrog en het vergaren van miljarden aan subsidies die niet terechtkwamen bij de doelen waarvoor ze waren bestemd. En als we kijken naar de grootste en rijkste en bij de infectieziektenbehandelingen en onderzoek meest invloedrijke kwakzalver van allemaal, u begrijpt wel dat ik het heb het over Bill Gates, op basis van wat hij zelf vertelt over zijn doelstellingen van de wereld, met de wereld, dan moeten wij ons met verbijstering afvragen hoe het ooit mogelijk is geweest dat medische specialisten met een rationeel inschattingsvermogen hem ook maar voor een moment serieus hebben kunnen nemen. Ten slotte kunnen wij niet anders dan constateren dat de overheden die ons aan lockdowns en andere absurde maatregelen onderwerpen, dit niet doen
vanwege hetgeen dat met betrouwbaar empirisch onderzoek is komen vast te staan. Zo zijn zij er door werkelijke wetenschappers aan herinnerd dat de PCR-test, die de basis vormt voor de dagelijkse omgeroepen statistieken over besmettingen, niet is bedoeld en niet kan worden gebruikt voor diagnoses van een virusbesmetting. Omdat deze test alleen virusdeeltjes van onbekende afkomst registreert. Verder is er niet heel bewijs voor de aanname dat een lockdown ook maar het geringste effect heeft op het gedrag van coronavirussen. En daarentegen veel bewijs dat de schadelijke neveneffecten ervan voor de volksgezondheid kolossaal zijn. Dus zo lijken wij verder te gaan met van elke wetenschap gespeende redenen voor het grotendeels op slot doen van onze samenleving. Misschien wel tot de zomer of de rest van dit jaar. Mogelijk met afgelaste verkiezingen, ze kunnen van alles verzinnen, gepaardgaande met op oneerbare wijze indirect afgedwongen bereidheid tot vaccinaties die nu al aantoonbaar uitzonderlijke risico's met zich meebrengen. Dit komt door een opgelegd bijgeloof dat in dezelfde categorie thuishoort als de mensenoffers die in verloren gegane religies zoals die van de Maya's en de Azteken de goden gunstig moesten stemmen voor de garantie van regen en goede oogsten. U kunt veel, veel meer lezen hierover in nummer 8 van Gezond Verstand. Dus als u dit niet gehoord hebt, vanaf deze website ga er dan nu naartoe. En u kunt heel erg veel meer zien over de bronvermeldingen die wij gebruiken bij de artikelen, zodat u weet dat het gaat om feiten en niet om uit de duim gezogen ideeën. Ik dank u voor uw aandacht.